In het derde kwartaal van 2017 zet de omzetstijging door. Als Woonbond staan we nu al 13 kwartalen op rij in de plus. Wat zijn de belangrijkste resultaten van het derde kwartaal? De woonbranche realiseerde dit kwartaal een omzetplus van 12,7%. Alle branches dragen bij aan deze stijgende omzet. De deelbranche die het best presteerde in het derde kwartaal is de keukenbranche met een plus van 16,6%. Van laag tot hoog segment, alle woonwinkels zitten in de lift. Het herstel in de regio zet ook door. Winkels in de regio Oost doen het opvallend goed met een plus van maar liefst 21,5%. In totaal komen we na 9 maanden uit op 9,1% meer omzet dan vorig jaar. We mogen echt wel zeggen dat het goed gaat in de woonbranche. Onze voorspelling van begin dit jaar, namelijk 5% meer omzet, gaan we zo zeker halen. Consumenten hebben weer vertrouwen in de toekomst. Er zijn historisch veel verhuisbewegingen en het interieur is hot, gezien de vele aandacht op tv en in woonmagazines. Deze positieve geluiden betekenen niet dat we achterover kunnen leunen. Het is nu tijd om in actie te komen en te investeren in je winkel. Want is jouw winkel nog up-to-date qua routing, winkelinrichting en lichtplan? Kijk bijvoorbeeld eens of je kan overstappen op LED-verlichting. De techniek is er klaar voor. Dat kan een flinke kostenbesparing opleveren. Daarnaast blijft automatisering een aandachtspunt in de branche. Kun jij met jouw systeem nog inspelen op de verwachtingen van de consument en de eisen van je leveranciers? Denk eens na over hoe jij je winkel moet runnen. Kun je het zelf of zoek je de samenwerking met collega-ondernemers in de formule of winkelconcept? Werk het uit en ga aan de slag. Door mee te doen aan de Woonwinkelmonitor krijg je maandelijks inzicht in je omzetontwikkeling, aangevuld met verdiepende informatie over onder andere deelbranches, regio's en diverse prijsniveaus.